Welkom op Golfpark De Hanen te Teteringen Breda, de nieuwe parel van Brabant. Golfpark De Hanen is geopend in 2008 naar een ontwerp van Gerard Jol. Ondanks de jonge leeftijd heeft de baan ook een zeer bosrijk gedeelte. De 18 holes voeren langs maar liefst 4 verschillende natuurkamers. We staan hier in het parkgedeelte met de 2 grote vijvers en niet te vergeten 17.000 vierkante meter rhododendrons. Dankzij de rhododendrons wordt De Hanen ook wel het Augusta van Brabant genoemd. Behalve het park- en bosgebied heeft De Hanen ook een graslandgedeelte en lopen enkele holes langs het heidegebied met stuifzand. De baan is aangelegd rond het missiehuis Franciscus Xaverius. Vandaar dat uiteindelijk ook de paus goedkeuring moest verlenen aan de plannen. Golfpark De Hanen kent een rijke historie, zoals deze vijver, bijgenaamd de Oranje Vijver, waarin prinses Juliana in 1945 heeft gezwommen. De Hanen heeft ook een ruim assortiment aan oefenfaciliteiten. Beginnende golfers kunnen niet alleen op de driving range terecht, maar ook op de professionele golfschool. Ook zijn er 2 putting greens en is er een apart pitch- en putgedeelte. De Hanen is ook aantrekkelijk voor niet-golfers, zoals wandelaars. Het clubhuis is uiterst sfeervol ingericht en herbergt een toprestaurant. Voor een heerlijke lunch of een zakelijk diner bent u meer dan welkom op Golfpark De Hanen. Wij staan voor kwaliteit en puur genieten. Maar zien is geloven. Dus tot gauw en gezondheid.